aangedaan en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Mijn naam is Jamie, het is vandaag maandag. En vandaag ga ik iets super tofs doen. Vandaag ga ik namelijk naar mijn nieuwe school toe weer voor een gesprek. En daarna ga ik naar de kapper met Kiara, want ze gaat namelijk haar grijs verven. En het is nu... Het voelt zo gek om met mijn nieuwe camera te vloggen. Het is nu 8:14 en ik ga er zo vandoor. Want het wordt een lange dag en jullie gaan weer mee in mijn avontuur. Dus let's go. Nou, kijk eens met wie ik ben. Kiara, we zijn op Delft station. De ering duurt is 11 euro voor een kaartje. Dus ik heb nu 10 euro op mijn OV gezet en het moet super chill. Kijk, hier achter mij is de ACO. Voor de mensen die nog niet wisten dat er achter de ACO is. Ik heb net ontbijt gehaald. Een banquet. Wacht, ik weet niet of je ziet. Een banquet met ei en melk. Dus dat is super chill. En dat gaan we lekker eten. Vandaag gaat iets gebeuren. Ja, dat heb ik al in het intro verteld. Kiara gaat namelijk vandaag haar grijs verven. En misschien staat het er niet, maar misschien staat het er ook wel. Zo is de haar before. Ja. Blond. Met een beetje bruin aan de bovenkant. En dat wordt dus... grijs. Dus ik ga dat allemaal voor jullie vastleggen in deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om dat te zien. En veel kijkplezier. Nog verder. Peace. Peace out. Yeah. Nou, we zitten dus bij de McDonald's. En Kiara, wat heb jij? Ik heb een wrap menu. Ja? Die komt zo aan. Je hebt patat, je hebt ijsthee en pizza. En ik heb American pancakes met Nutella en roomboter. En ik heb ook nog een karamelfrappuccino. Je verwacht echt niet dat Jamie een pannetje neemt. Echt niet. Wie kent hem nou? Niemand. Dus dat gaan we lekker eten. En ook mijn karamelfrappé is geleverd. Lekker. Kijk dat je. Oké, dit ga ik lekker eten. Wow. Ja, wat vind je ervan? We zitten bij de kapper. Ja, gaat gebeuren. Yes. En wat is nou het plan? Ze gaan het eerst blonderen. En dan gaan ze de andere kleur inzetten. Oké. Okay. Dus boven wordt het wel iets donkerder en beneden iets lichter. Oké, okay, dat gaan we zo filmen. Ik wil het dus weer zo laten knippen. Dit is trouwens mijn oude Instagram. Wil je me volgen? Dan. Oh, dat is ontzettend. Oké, okay, maar dat was dus mijn oude Instagram en dit is mijn nieuwe Instagram. Dus volg me, dan is dit het. Het is nu zo. Oh, niet meer nog eens om te kijken. Het ziet er dus nu als volgende uit. Ik heb dus nu een klempje maar dit om. Kiara zit hier achter. Zwijs Kiara. Ja. En we zitten hier nog wel een tijdje, want Kiara gaat er haar grijs verven. Of blonderen. Of grijs verven, nee, toch? Grijsverven. En dat moet een uur intrekken. Dus leuk. We'll be right back.
zo'n gek ding. Ik weet niet hoe je dit eigenlijk noemt. Maar zo'n zo'n luchtding. Ik weet het niet. Het ziet er heel raar uit trouwens. Maar ik ben er wel heel blij mee met mijn nieuwe kapsel. En Chiara is daar. Klimazon. Het is een klimazon. En Chiara zit daar en het gaat wel goed bij haar. Dus. Ik ben super blij met mijn kapsel. Nee, gelukkig maar. Anders leef ik niet. Trouwens, Chiara komt vanavond bij me slapen. Super leuk. Woe woe, we hebben er zin in. En ik zie jullie zo weer. Ja, we gaan Netflixen. Doei. En dit is dan de eindkoek geworden. Ik ga het gewoon in de spiegel laten zien. Wow, ik heb heel veel WhatsApp's ineens. Oh, van Jamira. Die vindt het ook leuk. Ja. Oké. Okay. Scherp en scherp. Oké, okay, top. Dus, ik zie jullie zo weer. Grijze gloed overheen, toch? En nu komt de grijs in. Oh, wauw. Ziet er wel goed uit, die ja, maar Kiara. Is ook wat blonder of zo. Ja, maar zo lekker zacht. Wauw, ja. Heb je er zin in nog? Ja. Hoe lang zit je al in de stoel? 2,5 uur. Yeah. We moeten nog een uur. Yes. Maar, dat wordt leuk. Ja. Want ik wie ga... mooi wilt zijn. Ik kijk ondertussen vlogs. Die mooi moet zijn, moet pijn lijden. Nou, ik weet niet waarom dat woord, maar niet uit. Nou, inmiddels zitten we er nog steeds bij de kapper. En we zitten bij Yes, echt garen in de hova. Super tof. Ik ben trouwens net gemaild. Oh, even scherp stellen. Oké, ik ben er. Oké, ik heb trouwens te horen gekregen dat ik ben aangenomen op een nieuwe opleiding. Yes, yes, yes. Dus ik zit bij Ruby op school. Echt super tof. En ja, ik ben er super blij mee natuurlijk. En Chiara, zeg eens hoi. Chiara. Kai. Ik ben echt benieuwd. Chiara. Ik ben in gesprek met je meer. Ze is boos. Oké, doei. Wat vind je van de eerste? Ja, ik zie het nog niet zo goed, hè. Het is nog nat. Ja. Ik moet rood zien. Maar het is niet groen, hè. Het lijkt net zo groen. Hij is grijs. Ja, groene gloed. Echt mooi. Wat is je eerste reactie tot nu toe? Ja, ik zie het toch nog niet. Het is nog nat. Dan kan ik het toch nog niet weten. Nee, het is in ieder geval wel tof. Nou, dat hadden jullie ook niet hoeven doen. Een cadeautje voor me kopen. Er zit een nieuwe lounge in. Die komt hier op het balkon. Hey Ginger! Ginger! Aan de wandel met mama. We gaan lekker eten halen bij Tan. En dat gaan we lekker opeten. Ik kom er niet op hoor, ik kom nee, er niet op. Nee, je komt niet op de vlog. Hallo. Hoi, we gaan lekker naar de Vatan en dat Chiara komt te slapen vanavond. En familie komt ook nog even omdat mijn vader, stiefvader is vandaag jarig. Ik ben echt super blij met dat ik ben aangenomen natuurlijk, want het is echt wat, iets wat ik heel lang wilde. En zo. En ja, het is super tof en zo. En ik wilde het super graag. Ik was super blij en we gaan nu naar Vatan. En, wacht, ik word gebeld. Nee, ik dacht dat ik werd gebeld, maar nee. Dus ik ga verder lopen en ik zie jullie zo weer. Dus tot zo. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en leuk dat je nog steeds kijkt naar de weekvlog. Ik lig in bed, het is nu
even kijken. Hoe laat het nu is? Het is nu 10:15. Het is buiten echt poepweer. Maar vandaag ga ik afspreken met Sophie. We gaan vandaag namelijk iets bakken. En dat wordt super tof. Kiara die is al een half uur beneden aan het chillen en zo. Die moet over ongeveer ongeveer een half uurtje weg. Ik ga nu even de vlog al een beetje editen en zo. Want dan heb ik zondag minder werk. En dan is mijn camera ook wat voller, zeg maar. En dat ga ik dus doen. En voor de rest zien jullie wel wat ik vandaag ga doen. Dus let's go. Oké, Sophie is hier dus. En ik heb een cadeau gehad. Dat ga ik met jullie openmaken. Wat zou het zijn? Je zal maar eerst pakken dan. Nee, dit is hier niet. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het wel een wc-papier gedaan. Oh, wauw. Het is chills. Lekker. Minty, dankjewel. Oké, meer mensen wilden zien wat hun outfits of de day waren. Dus dat ga ik nu laten zien. Deze trui komt van de H&M. Mijn Zara jeans. En mijn fans. En ik ga er vandoor. Ik heb dus net met Sophie boodschappen gedaan en we hebben wat gekocht en dat zit in deze tas. Als eerste heb ik Coca-Cola Vanilla gehaald. Dan heb ik een Coca-Cola Life gehaald. Dit is trouwens allemaal niet gesponsord. Hey schat. Een Coca-Cola Sherry. Coca-Cola Zero Sugar. En Coca-Cola Zero Cherry. Dus dit is dan zeg maar de cola's die ik heb gehaald. Kijk hoe vet. Ik sta gewoon op de TP4Y Music pagina. En dan met deze foto met ballonnen. Kijk, ik ben natuurlijk Team Sterren en zo. Dat ben jij toch. En dan ga ik hierheen, zeg maar. En dan krijg ik allemaal van dat soort reacties. En ik zit in zo'n groep op WhatsApp, zeg maar. En dan ga ik naar die foto. En dan sta ik gewoon op de TP for Y Music met Jamie, Kiara, Jose, Jordan en nog iemand. En dan staat er: How cute is this? Ik heb dus net een vlog gekeken van Dionne. En daarin deze Just Dance. Dus ik heb mijn tv op Just Dance gedaan. En ik ga Dynamite van Tayo Cruz doen. Sophie zit op de bank en Sophie gaat me filmen. Dus that's totally be awkward. Oh, ze zit op mijn scherm. En we hebben net pannenkoeken op. Heerlijke pannenkoek. Dus ik ga lekker dansen op Just Dance. En dan zie ik jullie zo weer bij Just Dance. Ik ben dus nu Periscope aan het kijken van Glemma. En ik ga dus nu iets zeggen. Yo. Sorry maatje, ik ga daar niet op antwoorden. By the way, wil je mijn vlog? Zeker weten. Glenn Joyce kijkt via het roepen. Zometeen, als ik Ik ben aan het periscopen en ik kijk er maar liefst 5 mensen. Zeg ze allemaal hallo in mijn periscoop, want anders is het een beetje saai. Haluna. Het is echt raar om te zien hoe jullie me zeg maar op het schermpje zien. En ik zie mezelf op mijn camera zelf. En dan de omgeving. En dit zien jullie allemaal op mijn weekvlog, die maandag online komt. Hi!
Jullie komen op mijn vlogje. Ja, dat klopt. Het is echt. Gisteren, ik liep op straat en op een gegeven moment, was ik dus aan het vloggen. Dus ik liep, zeg maar, letterlijk, liep ik zo op straat. En al die mensen, die zaten me echt heel raar aan te kijken of zo van wat ik aan het doen was en zo. En toen dacht ik, kijk, wat de fuck is hij aan het doen? En ja, weet je, vloggen, je moet er gewoon schijt aan hebben. Thanks! Goedemorgen, het is vandaag woensdag, een nieuwe dag. En het is nu 11:59. Bijna 12 uur, ik moet over ongeveer 5 minuten de deur uit. Want ik ga vandaag iets super tofs doen. Ik ga namelijk nu naar zometeen naar Rotterdam toe. Want ik heb met Ines afgesproken, want voor heel veel mensen weten het eigenlijk nog niet. Maar ik en Ines die gaan namelijk in de zomervakantie een paar dagjes naar Londen toe. En het moet dan allemaal geregeld worden bij de D-reizen. Dus dat gaan we doen. En we gaan daar ook Miranda Sings zien. Dat wordt super tof. Het is 12 uur dus nu. We gaan dus daar Miranda Sings zien. Dan gaan we naar de show. En dan, ik leg het allemaal nog wel uit. Maar er komt sowieso, komt er wel even een break aan op mijn YouTube kanaal. Ik ga nog 3 weken door met weekvlogs. Daarna heb ik een maand, komen er gewoon wel video's online. Maar dat ga ik allemaal in een aparte video bespreken. Omdat het gewoon niet handig is om het nu in de vlogs te doen. Maar het komt soon online. Ik ben elke keer gewend om in het schermpje te kijken. Ik moet gewoon in de lens kijken. Dus ja, ik ga er vandoor. Ik ga mijn spullen bij elkaar zoeken. En dan zie ik jullie zo weer als ik met Ines ben in de metro. Of anders bij de D-reizen. Een hele snelle outfit of the day. Dit blouseje komt van de Cool Cat. Dit is een rood blouseje. Mijn Zara broek en mijn Adidasjes. Want van die fans heb ik nu een grote blaar op mijn voet. En ik wil dat even een beetje riskeren. Omdat het niet meer pijn gaat doen. Dus dit is mijn outfit voor vandaag. Ik ben dus nu in de stad. Maar ik ben met Ian en we drinken chocomel. En wat hebben we besteld? Pizza. We zitten bij ons favoriete eentje genaamd? Sugo. En ik heb ook chocomel. Kijk hoe mooi het beeld. Ik ga het vaak in het laten zien. Oeh. Zo. We moeten gaan zo even bellen voor Londen. We moeten echt regelen. Wow. Dus, en ik zit hier te chillen. En het is nu 2:05. En ik ga mijn chocomel drinken. Dus ik zie je zo weer. Als jij begint te volgen? Ik heb Margarita en Ines heeft iets met kattenspek, geloof ik. Kattenspek? Wat heb jij? Nee. Dus dat is zo grappig. Dan zit Ines, dan pakt ze gelijk een mobiel, weet je wel. En dan maakt ze gelijk een foto van haar eten. Nee, dat wilde ik net zeggen. Dat altijd bij jou volgt, dat ik een foto zit te maken van mijn eten. Nee. Maar het ziet er ook gewoon delicious uit. Dit gaan we lekker eten. En dan gaan we zo weer verder lopen. En ik wil jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht in de stad vandaag met Ian. Het is niet zo heel veel, maar het is wel de moeite waard om aan jullie te laten zien. Dus ik ga beginnen. Dan gaan we beginnen bij Tenter Tree Bakery. En daar heb ik een cookies and cream muffin gehaald. En mijn muffin ziet er zo uit. En dat vind ik echt niet leuk. En deze was €2,95. En bij Sustain Grenne heb ik als eerst deze bottle of water gekocht. A box of water. En 3 van deze tasjes in zwart, in een soort van donkergroen en donkerblauw. En deze, dit is een zak zeg maar voor de schoenen. Ik ga binnenkort naar Londen, het is trouwens allemaal geregeld voor Londen. En ik wil 2 paar schoenen meenemen. Deze die ik nu aan heb en mijn fans wil ik meenemen en die doe ik dan in deze zak. En deze zak was iets maar 50 cent. En die fles water ook.
Of nee, deze waren 73 cent en deze waren 75 cent per stuk. Dus ik heb er toen gelijk 3 meegenomen. Dit is alles wat ik heb gekocht. Ik heb trouwens ook gereserveerd bij Moods morgen. Dat is een eet- en drinkzaakje in Delft. Omdat ik namelijk van verslagenheid deze had gekregen. En dan ga ik dus heen morgen met mijn moeder. En dat ga ik natuurlijk ook filmen voor in de vlog. En vanavond komt ook Be Brave bij Arthur Late Night. Dus dat ga ik lekker kijken. En vanavond is ook weer de Periscope van Glenn. Dus dat ga ik ook kijken. En ja. Dus ik ga er weer vandoor en ik spreek jullie zo weer. Goedemorgen. Leuk dat je nog steeds kijkt naar de vlog. Het is vandaag donderdag. En ik ben nu aan het Periscopen. Is dat ook allemaal leuk? En vandaag ga ik iets super tofs doen. Ik ga eerst met mijn moeder lunchen. Voor haar verjaardag nog. En vanavond ga ik met vrienden iets leuks doen. Dus dat wordt super awesome. En ik ben nu aan het periscopen. En daar kijken maar liefst 5 mensen naar mijn periscope. Zeg hoi allemaal. Hoi. Ja, ik verveel me ook. Daarom ga ik periscopen en ik ben letterlijk net wakker. Allemaal deze mensen kijken. Ik ga kijken. Hoi, hoi Luna, hoi Ariana. Is Bambino of zo? Duimpje, duimpje omhoog als jij 's morgens dit in je bed kijkt. In de auto met mami. We gaan vandaag. We gaan nu onderweg naar lunch afspraak. We gaan lekker een taartje eten en koffie drinken in de stad bij Moods. We hebben gereserveerd. En het is even rijden, want het is in de stad namelijk. En ik zie jullie zo weer als we gaan als we daar zitten. Lekker een cappuccino. En mama heeft er ook een. Kijk, mam, jouw vormpje is mooi. Kijk, en in de mijne zit helemaal niks. Nou, dit gaan we lekker drinken en zometeen komt onze cheesecake. Ook de cheesecake is delivered. Kijk hoe goddelijk dit eruit ziet. Oké, we gaan even heel snel wat eten. Ik ben dus alweer een tijdje thuis, zoals je kan zien. Ik ga even snel eten, want ik heb zometeen met Jamira afgesproken. Pet random, maar we gaan nu naar Scheveningen toe. Want we gaan naar de première van de film Renesse. En dat is een film met Niek en daar gaan we dus heen. Want Jeroen, Jerenzo, Marije, iedereen is er. Tipi komt, Be Brave. Dus we gaan even kijken of we daarheen kunnen. We gaan er sowieso heen. Het is super lekker weer. Ik weet nog niet of ik dit aanhoud. Of misschien even snel wat anders aantrek. Of misschien de shirts meeneem. En ondertussen loopt daar mijn mama. Zwaai. En ik ga nu even klaarmaken. En dan ga ik zo weg. Nou, we zijn dus nu bij een soort van theater. Jamir en ik hebben net fucking een half uur moeten wandelen. Nou, meer dan een half uur. En ik ben met José, Jordan en daar Jamira. Maar Jamira hadden jullie al gezien. En we wachten nu op de rest. Dus die er nog niet zijn. En het is nu 10 over half 9. Dus we gaan nu verder lopen en we spreken jullie zo weer. Doei. Zie ik jou ook in de. Hoi, wij zijn bij de première van Renesse. Yay! En alleen ik mag naar binnen. Zo sad. En ik wil dat jullie allemaal even abonneren, want video's zijn. Ik weet niet, sorry, ik heb nog dit. Ik ben er ook! Zo erg! Hey. Nou, abonneer, like, deel. Op J by my life. Hey! Yay! Hey. Hi James! We zijn bij de première van Renesse. Woehoe. En we staan nu dus in de vlog van Jamie. Yes. Oké, kijk dit mooie uitzicht. We zijn op Scheveningen. En we hebben net Tipi gezien, Jeroen van Holland gezien, Marije gezien. Het is nu 10 voor 10 uur nu. Oké, we gaan. Doei. Ik ben thuis! Woehoe! Morgen heb ik afgesproken met mijn vader om te gaan winkelen. En dat ga ik natuurlijk ook vloggen voor jullie. Maar ik kan niet alles vloggen omdat ik mijn camera meeneem en ik moet een nieuwe SD-kaart kopen en zo. Ik weet niet waarom ik ineens zo ga praten, maar het maakt niet uit. Ik ben zo ontzettend blij. Ik heb echt totaal geen spijt van dat ik gegaan ben. Zeg maar, want het was super awesome.
Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik zit lekker in de tuin. Het is nu 6:30 geweest en ik vlog nu pas omdat ik de hele dag met mijn vader op stap was. En ik heb onder andere dit hoesje voor alvast gehad voor Sint en Kerst. En een grote SD-kaartjes, echt gewoon wat chill en een mini statief. Om zeg maar toch nog beter te kunnen filmen zonder dat het echt dat het beweegt, zeg maar. En deze flower maakt me blij. Dus yay. En zometeen komen vrienden langs. Over een uurtje komen Michelle en Lucas langs. Komen ze gezellig hier drinken. En ik heb er wel super veel zin in. Ik heb er echt super veel zin in. En het is misschien niet te merken, want ik moet gewoon nu in de zon kijken de hele tijd. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Yay! En zo zit ik er dan bij. Trouwens, in de beelden zeg maar van woensdag. Nee, vanaf maandag of zo. Jullie kunnen zien dat we een nieuwe lounge chat hebben. Hallo, dit is de lounge chat trouwens. En dit is het bijpassend taartje. En waar ik op nu zit is de bank. En we zijn onwijs blij mee. Oh my god. Kijk hoe cute. Ik ben met Mies en Lucas trouwens. Auw. En Michelle heeft net een egel gevangen. En Jamie krijgt auw gewoon een meter weg zonder egel. Oh, hoe cutie. Hij is wel stekelig. Vuurtje! Je ziet ook groene kleuren, hè? Oh my god! ik zie het branden. Wist je dat mijn schoolboek hier ook nog in zit, hè? Die heb ik van de vierde. Wow! Ja, vuur! Maar this Jamie is on fire! Yeah! I'm on fireball! Goedemorgen, wat leuk dat je nog steeds kijkt naar de vlog. Het is vandaag de zaterdag. Het is nu zo laat. En ik ga zo weg. Ik ga vandaag namelijk naar Global toe. Maar ik heb een beetje haast omdat Jamie en Kilian, dat zijn vrienden van mij, die staan over een kwartier voor de deur. En dan gaan we gelijk weg. Het wordt een super leuke dag, want namelijk ik ga niet alleen naar Global vandaag om Tibi vooruit te zien. Maar mijn stiefvader viert ook zijn birthday bash vandaag. Dus we hebben een heel groot feest hier, het wordt lekker laat. En ik probeer wel heel veel te vloggen voor jullie. En ja, ik ga er vandoor. We zijn bij Global! En ik ben met Jamie! En Kiel! En Sylvana die is boos, nog steeds op mij! Omdat ik wel een beetje goed op de foto sta en het kindje niet. Maar ja, ach. Hallo! Je bent nog wel lief hoor. Doei! Doei! Moet je met het scherm praten? Nee. Dankjewel. Oh, het is echt raar. Geniet daar. Ja, wel, kijk elke keer naar het scherm. Ja, ik kijk even voor mezelf. Ik wil fucking die les kijken. Ja, klopt. Nou, dat is dus niet echt mijn ding. Nee. Je ziet in ieder geval wel weer leuk uit vandaag. Oh, dankjewel. Graag gedaan. Het is lekker warm. En we zijn hier bij Global en ik moet bukken. Sorry, ik ben niet zo groot. Yay! Ja. Hallo! We zijn hier bij Berlin, bij Diemen Zuid. Ik zit in een vlog van Jamie. Ik voel me super vereerd. Zoe, ik zag het net al, maar ja, ik voel me nog steeds vereerd dat ik ook in een vlog zit. Hallo, moet je nou mijn shine stelen? Jij hebt al gevlogd. Oké, okay. Maar tada! Heel veel fans, super leuk! En ja, kom gewoon allemaal volgende keer ook gezellig naar Diemen Zuid. Hoi, ik ben hier alweer in de vlog van James. Dit is volgens mij echt al de vijfde keer of zo. Maar ja, gewoon gezellig. Sylvana is er ook.
En sta maar even voor. Oh, Zoe. En? Jada. Jada. Cool, ik krijg een beetje van. Waar is Zoe? Waar is Zoe? Ah. Mijn Pata Girl is er ook weer bij. En ik heb zoveel shine gepakt. En ik ben er. En zij is er ook nog. Ja. Yes. Lois. Wat is je naam? Nee, maar Lois. Lois. Ik dacht gewoon. Hi, Fana wilde in mijn vlog. Ja, mag ik hem even afnemen? Waar zit je geluid? Voordat ik... Hier. Dus dan moet ik hem hier gewoon pakken zo. Okay. Ja, en wat gaan we daar doen? Nou, jullie kennen mij al. Ik ben Sofana. En ja, neuk jullie allemaal de moeder. Psych. En we gaan nu weer naar huis. Ja. Dag Lois. Vier keer. Dat ziet hij niet. Oh, jammer. En wanneer zien we elkaar weer, Lo? Doei. Doei. Tina weekend. Tina. Nee, dat was september. Ik ga echt op vakantie. Oh, ja. Nee, ja. Check je. Ze heeft een roos. Wie zie ik trouwens allemaal bij Hittekrant Hittegolf maandag? Nee, niet. Ik heb gewoon Jordi, only one. Forever alone. They don't like you. Doei, Jill. Niemand mag jou. Ik ben met Jamira aan het facetimen en vervolgens zie ik dit. Alleen haar voeten en haar kat. Nu zie je me wel. Yay, Jamira is er ook. Yay. Yay. Jamira moet jullie wat vertellen, ze woont op zichzelf. Yay! Wat zeg je nou? Ik zei, Jamira moet jullie wat vertellen, ze woont op zichzelf. Oké, nee, joke. Maar ze probeert de wifi-code te zoeken, maar het lukt er niet. Ja. Sommige gezichten van jou die pakken me echt van ha! Ik heb nog maar 2%! Doe hem in de oplader! Ja, dat ga ik nou doen. Steek het erin! Kutkind. Nu zie ik haar tv. Kijk Monique Smit, kijk! Hier zou je Monique Smit te shinen. Kan je inzoomen? Oké, het is nu 6:15. En ik begin me met een minuut moeder te voelen en slechter te voelen. Ik voel me gewoon echt niet lekker. Dus ik dacht, nou oké, ik ga even een half uurtje een powernap doen. Tot ongeveer 4:15. En ik hoop dat ik me dan wel weer beter voel. Want ik voel me, op dat moment voel ik me echt gewoon slecht. En mijn familie en zo is allemaal buiten aan het chillen. Maar nee. Ik ga even een powernap doen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het is nu, even kijken, 11:52 en ik lig nog in bed. Ik denk dat het vandaag verstandig is om de hele dag lekker in bed te blijven liggen. Oké, joke, ik moet wel wat dingetjes doen. Klusjes en zo. Wow. Waaronder deze troep. Eindelijk een keer opruimen, want dat zeg ik al bijna 2 weken tegen mezelf. Je gaat nu je kamer opruimen. Maar elke keer doe ik dat dus niet. Het is ook niet echt lekker weer bepaald buiten. En ik wil ook mijn kamer gaan veranderen. Dus dat ga ik doen. En dan laat ik jullie zo meteen wel het eindresultaat zien. Maar eerst even uit bed, want het is nu bijna 12:00. En over 5 minuten is het 12:00. En... Ik moet ook nog ontbijten. Dus let's go to a brand new nice day. Oh my god, ik ben aan het periscopen. En ik kan gewoon, als ik dit nu doe, gewoon tekenen op mijn beeld. What? Wee! Kijk, ik kan rood kiezen. Ik kan groen kiezen. En je kan blauw kiezen. Maar ik weet niet wat dit is. Wat is dit? Hallo? Huh? Oh, hier kan je kleurtjes mee veranderen.
Ah, dit is leuk. Woe! Kan ik nog meer kleuters kiezen? Hoi! Doei. Echt, dit is een nieuwe uitvinding van de dag. Ik heb dit nu gemaakt. Er zit ijs onderin met slagroom. Ik heb net avond gegeten. Kipsalade, dat was super lekker. En nu ga ik weer in bed liggen en YouTube-video's kijken. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst deze weekvlog afsluiten. Het is nu iets van 7 uur bijna. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog als jij deze vlog ook leuk vond. En dan zie ik jullie volgende week maandag weer bij een nieuwe vlog. En daarin kunnen jullie zien dat ik naar de Hitkrant Hittegolf Awards ga. Dus stay tuned. En tot de volgende keer. Of tot de volgende week maandag. Doei doei.